ben Arjun Krijgsma, meesterarchitect. En in deze video ga ik je uitleg geven over hoe je het Doenbord kan gebruiken die ik van de week heb ontwikkeld en op mijn website van kindercoacharthur.nl heb gepubliceerd. Je kan hem vinden onder Tools en dan Doenbord. En hier bij de PDF kan je ook de originele PDF downloaden. Het is gewoon gratis. Ik vind het leuk om te helpen op die manier. En zo krijg ik weer een beetje naamsbekendheid. Zo ziet het Doenbord eruit. Je hebt een kolom te doen, een kolom nu doen en een kolom gedaan. En onder nu doen zit ook nog een help. En ik zal je nu even uitleggen wat het allemaal betekent. Je kan met van die geeltjes werken, van die post-its. En op elke post-it kan je dan een actiepunt opschrijven. Ik ga bladzijde 2 tot en met 5 lezen van mijn rekenboek bijvoorbeeld. Op het moment dat hij hier staat, moet je hem nog gaan doen en kan je een prioriteit bepalen. De bovenste zou als eerste moeten, de onderste als laatste. Je kan dat natuurlijk altijd nog aanpassen als de prioriteit wijzigt. Als je bijvoorbeeld een telefoontje krijgt van morgen moet het af zijn, nou, dan kan je dat dus natuurlijk veranderen. Het is een variabele kolom. Op het moment dat je denkt, nou ik ga het doen, dan pak je de bovenste en die hang je hier. Op dat moment ben je dus dat aan het doen. Je kan natuurlijk ook nog wel een tweede of een derde ophangen, maar begin gewoon eens met één en kijk of dat lukt. Op het moment dat jij de actiepunt aan het doen bent en je bent bijvoorbeeld huiswerk aan het maken voor geschiedenis en je hebt een vraag voor de leraar, want je begrijpt iets niet van de opdracht, dan heb je die leraar een mailtje gestuurd of een berichtje via WhatsApp en dan moet je wachten. Dan laat je hem niet hier hangen, maar dan zet je hem onder help. Want help betekent dat je wacht op de leraar of wacht op de klant of wacht op de techniek. Waar je eigenlijk zelf even niks mee kan. Je hebt dus hulp nodig van een ander, vandaar ook help. Op het moment dat hij hier weer klaar is, af en toe moet je er even naar kijken. Dan kan je hem weer hier naartoe hangen en dan ga je er weer wat aan doen. Op het moment dat je klaar bent, je hebt al die bladzijden gelezen, dat was je actiepunt, dan kan je hem naar gedaan plakken. En op die manier kan je ook zien bij gedaan wat je allemaal hebt gedaan. En iets wat heel groot is, wat je in kleine stukjes hebt geknipt door al die actiepunten ervan te maken, kan je dan hier ook weer eens terugzien van, oh wacht eens even, ik heb dat allemaal gedaan. Op die manier kan het je ook motiveren om te denken, oh wacht even, ik heb al zoveel gedaan, dit gaat me lukken. Want daar gaat het ook om, hè? Die mindset van, ja, ik kan het. Daar gaat het om. En op die manier word je gemotiveerd om het verder op te pakken. Ik hoop dat je er wat aan hebt, aan dit Doenbord. Gebruik het zoals jij denkt dat het handig is. Ik gebruik bijvoorbeeld ook verschillende kleuren voor verschillende projecten. Maar dat ligt helemaal aan jezelf. Net wat handig is. Het fijne van als je dit op papier zou afdrukken en op de muur hangt, bijvoorbeeld op een A3 formaat, is dat je die geeltjes ook daadwerkelijk vast kan pakken. Je kan hem zelfs eraf halen, gewoon op je bureau plakken van, nou, dit ben ik nu aan het doen. Dat zorgt ook voor een stukje focus, van, oké, ik ben nu dit aan het doen. Op het moment dat er iemand belt, of op het moment dat, dat je social media berichten krijgt, kan je denken, nee, wacht even, dat geeltje ligt hier, dat ben ik aan het doen. Dat telefoontje kan wel wachten tot later, dat Facebook berichtje kan ook wel wachten tot later. Ik ga nu eerst doen wat ik moet doen. Dus daarmee kan het je ook helpen. In het vervolg van deze video ga ik je laten zien. Vandaag heb ik een heleboel actiepunten opgeschreven op een briefje. En die ga ik nu in die geeltjes beschrijven. En dan ga ik ze één voor één oppakken. En op die manier ga ik je laten zien hoe het vandaag met mijn actiepunten gaat. Zodra ik ze allemaal heb staan in te doen, dan kom ik weer bij je terug. Tot zo! Ik heb nu alle actiepunten beschreven en op een geeltjes gezet. Sommige actiepunten heb ik even uit elkaar gehaald, omdat bijvoorbeeld het hesje maken voor artstijl, moet ik eerst uitzoeken waar ik het ga laten drukken en wat me dat gaat kosten. Vervolgens moet ik het hesje maken, bijvoorbeeld een logo veranderen of bedenken wat er allemaal op moet komen. Wil ik er bijvoorbeeld reclame onder maken, mooie foto's voor een schappelijke prijs,
Of wil ik alleen maar het artstyle logo? Daar moet ik nog over na gaan denken. En vervolgens moet ik hem gaan bestellen. Dat zijn voor mij drie verschillende acties die wel bij hetzelfde project horen. Namelijk hesje bestellen voor artstyle. En daarom heb ik dat in dezelfde kleur gehouden. Hier heb ik Wil, dat heeft met de uitkering te maken van de coronacrisis. Waar ik recht op heb, maar er zijn nog wat vragen over gesteld. Dus daar heb ik ook een scheiding gemaakt tussen verschillende punten. Uitzoeken wat ik al heb verstuurd. Verzamelen wat ik nog moet versturen, want daar heb ik een brief over gehad. En vervolgens opsturen van wat ik verzameld heb. Dus dat zijn allemaal in dezelfde kleur ook in dit geval punten die ik moet doen. Ik ga nu kijken in welke volgorde ik het ga doen, wat het belangrijkste is, wat als eerste af moet. Ik heb nu de volgorde bepaald van de actiepunten. Het solliciteren voor een vaste baan vind ik het belangrijkste, want ik had afgesproken om vanochtend al te bellen. Dus dat ga ik zo als eerste doen. En vanmiddag heb ik werk. Daar heb ik een afspraak gemaakt. Van 1 tot 7 ben ik aan het werk. Dat is wel een hoge prio, maar daar kan ik natuurlijk niet gelijk iets mee doen. Maar dat zal ik zo laten zien hoe ik dat dan doe. Ik begin met het bellen van de sollicitatie voor de vaste baan. Zo, ik heb gebeld. Goed gesprek gehad. En fijn dat ik een grote kans heb dat ik in vaste dienst kom op een kinderdagverblijf en BSO. Dus die kan naar gedaan. Terwijl ik net aan het bellen was, moest ik ook even naar het toilet. En daar heb ik iets anders ontdekt. En dat krijgt een nieuw actiepunt. Want hij zit verstopt. Het nieuwe punt is voor mij heel belangrijk, want ik wil dat ik gewoon lekker rustig naar de wc kan zonder dat ik... Dus die gaat voor mij bovenaan komen. En zoals je ziet heb ik me nog niet geschoren. Maar dat is geen actiepunt. Je kan ook gaan kiezen van ja, moet ik ook ontbijt erop gaan zetten en alle standaard dagritmes die je hebt. Ik kies ervoor om dat niet te doen. Vind ik een beetje onzin. Maar als jij dat fijn vindt, kan je dat natuurlijk er ook op zetten. Hè? Dat je gewoon bepaalde dagelijkse dingen er ook op zet. Als je bijvoorbeeld te weinig drinkt, dan zou je het hier ook op kunnen zetten van een kopje thee drinken. En die moet je er dan gewoon tussen proppen. Zodat je ook zorgt voor jezelf. Dat vind ik dat is belangrijk. Als je niet voor jezelf kan zorgen, kan je het ook niet voor anderen. Hè? Dus... Kijk er vooral zelf naar wat belangrijk is. Nou, ik ga nu aan de slag. Wish me luck. En tot straks. Het is gelukt. De wc is ontstopt. Het is me gelukkig gelukt. Dus er is geen loodgieter nodig. Ik kan hem naar gedaan zetten. Stel dat er nou wel een loodgieter nodig was geweest. Dan had ik hem hier naartoe gezet. En dan had ik er even wat bijgeschreven. Of via een ander briefje erop. Hè. Dat kan dan natuurlijk ook. Wacht op... loodgieter. En dan weet je ook waarom die daar staat. En dan kan je eventueel op dat tweede briefje wat je eraan plakt, kan je dan ook zeggen van gebeld om 9 uur, verwachte tijd dat die komt is 1 uur, zoiets. En dat kan je er allemaal opschrijven. En vervolgens kan je dat extra briefje dan wegdoen zodra de loodgieter is geweest. En als je dan nog iets moet doen, dan kan je hem weer terugzetten naar nu doen. Of je zet hem gelijk hier in gedaan. BSO werk. Vanmiddag heb ik werk bij de BSO. Hartstikke gezellig. Ik heb er ook zin in, maar ik moet wachten tot 1 uur. Dus wat ik nu ga doen is, hopla, ik zet hem in de wacht. En ik schrijf erbij, wekker gezet op... ik moet om 1:15 weg, dus 12:45 heb ik wekker gezet. Dan weet ik ook gelijk als ik onderin kijk, hey, waarom staat hij daar? En moet ik inderdaad in dit geval wachten tot 1:15? Of moeten er nog andere dingen gebeuren? Als daar dingen staan, is het wel handig om daar elke dag even te kijken of je al verder kan met die punt. En dan ga ik nu verder met deze
dat heeft met de uitkering te maken voor ondernemers. En daar heb ik recht op. Dus vandaar dat ik even goed moet kijken wat ik nog allemaal moet gaan doen. En om te beginnen ga ik uitzoeken wat ik al heb opgestuurd. Dat is belangrijk. Zo, dat was even een uur werk. Ik had vooraf toch iets korter ingeschat qua tijd. Maar ik ben klaar met deze. Deze had ik niet op mijn nu doen bord gezet. Maar inmiddels weet ik wat ik heb gestuurd. Heb ik het nog een keer verstuurd en heb ik het opgestuurd. Dus deze kunnen allemaal naar gedaan. Ik ga nu even pauze houden, even lekker wandelen. En straks ga ik weer verder met mijn doenbord. En dan kom ik weer bij jullie terug. Tot zo. Zo, het is weer pauze geweest. Ik heb lekker gewandeld, lekker gegeten. En de middag is begonnen. Ik pak gelijk het volgende punt. Verjaardag regelen. En daar ga ik mee aan de slag. Maar ik ga ook gelijk even inloggen bij de Rabobank. Om te kijken hoe dat met een pensioen zit. Want daar heb ik een brief over gehad dat ze me niet meer kunnen vinden. En ik ga een oplader zoeken. En zo die drie dingen ga ik nu doen. Je kan dus ook in het nu doen gedeelte meerdere punten zetten. Als je het zelf nog maar overziet, als je nog maar weet wat je aan het doen bent, dan gaat het om. Nou, het is gelukt. Ik heb voor mijn Philips box weer een adapter gevonden. Die was ik al een tijdje kwijt. En dat is zo lastig opladen hè, als je hem niet hebt. Dus die kan inmiddels naar gedaan. En... het is inmiddels tijd voor mij om naar mijn werk toe te gaan, om naar de BSO-opdracht toe te gaan. Dus deze ga ik nu hier neerzetten. Deze zet ik gewoon weer even terug. En dan heb ik later, of vandaag of morgen, kan ik weer in deze to-do-lijst gaan kijken naar de punten die daar nog staan. En het op dezelfde manier wegwerken. Ik hoop dat dit je een beetje op weg helpt van hoe jij het zelf kan doen. Je kan natuurlijk ook in de actiepunten zelf... bijvoorbeeld de verwachte tijden neerzetten of hoe laat je bepaalde dingen hebt of wanneer het bijvoorbeeld af moet zijn. Hè, dat kan voor jou een hele belangrijke zijn. Als er iets morgen af moet zijn, moet dat natuurlijk sneller dan als het volgende week af moet zijn. Maar het hangt er ook af hoeveel werk het is. En op deze manier kan je ze dus klein maken, die actiepunten, en zie je dan al vrij snel van, oh wacht even, dat zijn nu bijvoorbeeld 20 punten, daar moet ik nu echt al aan beginnen. Op die manier krijg je het dus beter inzichtelijk wat je allemaal moet doen. En wil doen, hopelijk. En hiermee ja, heb je een hulpmiddel om dat voor elkaar te krijgen. Vond je dit een leuk filmpje? Geef dan een like. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. En mocht je nou meer van dit soort filmpjes willen zien, nou, abonneer dan even op mijn kanaal. Doei!